Nou, zoals gebruikelijk was het zo dat wij als commissie de gewezen vicepresident, de heer Ashwin Nadine, de gelegenheid hebben geboden om zich te uiten, om een verklaring te geven op de vordering die door de procureur-generaal is ingesteld, waarvan hij in kennis is gesteld ook. En daar had hij mogelijkheid, hij heeft dat gepresenteerd. En wij hebben dan een besluit genomen om vervolgens naar de huishoudelijke vergadering te gaan. En die vergadering kan dan besluiten dat we overgaan tot openbaar voor de besluit voor om een besluit te nemen. En wanneer is die huishoudelijke vergadering? Nou, ik moet met de leiding van het parlement even afstemmen. Vooralsnog had het concept was het streven richting de eerstvolgende vergaderdag. En dat is morgen, maar morgen is dan te snel. Dan wordt het dan donderdag, vermoedelijk. En jullie hebben ook gesproken met de heer Adin. Wat heeft hij verklaard? Nou, ik wil niet nog inhoudelijk op ingaan. Als het parlement besluit om de zaken ter beschikking te stellen voor het publiek, dat moet het parlementair besluit zijn, zoals alle eerdere gevallen dat zo was, ook in kwestie hoofdraad. Is het parlement erheen gekomen en het parlement heeft toen een besluit genomen om dat vrij te geven. Zullen wij dat vrijgeven? Als u mij vraagt, ik zie er helemaal geen bezwaar in om dat vrij te geven. De beelden zijn vastgelegd, de tekst, de handelingen zijn er. Dus op zich is het alleen maar het wachten op een parlementair besluit. Oké, maar in ieder geval is hij wel tegen die vordering van de PG? Daar komt het in grote lijnen op neer. Wij als parlement hebben bij elke vordering dat ingediend wordt, nogmaals, twee vragen die beantwoord moeten worden. Is die vordering waar de verwijten van zijn ingediend in het kader van uitoefening van zijn ambt. Als dat zo is, is het in politiek bestuurlijk op zich in algemeen belang om die vordering door te laten gaan, of tenminste in wet in staat van beschuldiging. Dat zijn de twee vragen die beantwoord moeten worden. Oké, okay. En hoe is die vergadering verlopen? Is het soepel gegaan, om dat zo te zeggen? Ja, ik heb zeker als voorzitter van de commissie de gewezen vicepresident Ashwin Nadin alle ruimte geboden om zich te kunnen uiten. Ik zou zelf kunnen interveneren bij bepaalde punten waar wij er een beetje inhoudelijk op de zaak wordt ingegaan. Maar desondanks heb ik gedacht, zelf als leiding van de commissie, om dat de heer Adin vrijheid te laten gaan om zich helemaal te uiten. Er is vaker kritiek op deze wet, de wet in staat van beschuldigingstelling. Er is vaker geroepen dat het geschrapt moet worden. Deelt u die mening ook? Nee, dat is niet zo. Het is juist ter bescherming van politieke aanvragers. De kritiek is dat het Openbaar Ministerie het werk gewoon moet kunnen doen zonder tussenkomst van het parlement. Nou, ik denk, die wet is niet zomaar gemaakt. Het is juist ter bescherming van politieke aanvragers dat er wat veiligheden ingebouwd worden.